open camper van opa. Bosjes te ruiken. Maar drie dubbels in. Hofdeur. Ik ben even zo, hè. En de badkamer. Dat moest even zelf. De bal, jongen. Jullie? Ja. Oh, waar zit hij? Ja. Gelukkig, jongens. Zo. Blauwe maan, zeg. Lekker. Het was heerlijk. Koffie met af. Een hele goede avond of middag? Avond. Ja, voor jullie een goede morgen. Normaal gesproken ook een goede morgen. Maar het is voor ons nog avond, want de kinderen die wilden heel graag bij opa en oma zijn nieuwe camper logeren. Want we hebben een tweede bed. Oh, Luusjes. Hij wil mee. Oh, wil je mee, jongen? Ga je ook? Oh, je wil met je auto. Opa en oma die hebben dus een nieuwe camper. En die staat bij ons geparkeerd in de schuur. De stal, in ons grote stal. Waar ook al hun vorige camper stond. En dan gaan ze straks mee op vakantie. Ja. Als jullie allemaal weer naar school gaan en iedereen weer terug in het ritme is, gaan hun weer lekker op vakantie. Maar voordat hun op vakantie gaan, hebben wij nog vakantie. En kunnen nog lekker met opa en oma genieten rondom huis. En ze wilden heel graag in de camper bij opa en oma logeren. Want die hebben een dubbel bed. Dus een bed voor hunzelf en ook een bed voor. En toen zeiden opa en oma, oh, dan kunnen jullie wel een keer logeren. Nou, dat is wel heel leuk. Het is vakantie. Dus het kan. Dus dan gaan Luan en Lucilla, die gaan er vanavond lekker logeren. En opa en oma zeiden al, zullen we een lekker kampvuurtje maken? En dan lekker soepje eten met een knakworstje en bolletjes en alles. Helemaal gezellig. Marshmallows roosteren. En oma heeft ook nog vla als toetje. Ah, dus we hebben heel veel op het menu staan. Dus het is superleuk. Dus vandaar dat we de vlog even wat eerder openen. Zodat we dit momentje kunnen meepakken natuurlijk. Want het is natuurlijk wel heel erg natuurlijk even gezellig. Leuk. Ja, dus dat gaan we doen. We gaan daarheen, jongens, want opa en oma zijn er al. We nemen jullie mee. De auto! Ja, jij gaat op je auto. Ik ga op de Jullie op de auto. Aan de barbecue. En jij bent de Barbie Ken. Mag ik met jou mee? Ja. Kan ik achter op de scooter bij Ken? Nee, het is beter dat jij even alleen moet. Gaat hij überhaupt wel? Als ik dat kan geen eens, want ik moet het... deze hand. Oeh, hij is opgeladen, of niet? Ja. Woehoe! Dat is maximaal 50 kilo. Oh. En jij bent wat zwaarder. Ietsjes boven de 50. Oh, die pillen die gaan eruit. Oh, die pillen. Ja, jongen. Wat heb je? Als je boven de 30 bent. En mag er weer op, kerel. Ja, hè? Scheur er maar mee naar de camping wel tevree. Ja? Dan gaat Luusjes ook op de auto. Gaan we naar opa en oma? Waar is een opa en oma? Ja. Wat heb jij gedaan? Geprobeerd. Laat zien. 1, 2. Oh, wauw. Dat is een mooi trucje. Hey, maar ga je mee naar opa en oma? Naar de camping van opa en oma? Hier staat onze camper. Die hebben we helemaal uitgepakt, schoongemaakt en gepoetst. Die staat eigenlijk klaar voor een eventuele volgende vakantie, maar dat duurt nog wel even. Nu gaan we eerst even naar de camper van opa en oma, die in onze stal staat. En dan gaan de kinderen lekker overnachten vanavond, jongens. Ja, jullie gaan het meemaken. Ik ga het morgen zien. In de vlog, want ze wilden heel graag vloggen, snap ik ook wel. Het zijn natuurlijk wel van die momentjes die je niet weer graag zelf wil vergeten. Helemaal niet met je opa en oma. Dat zijn kostbare momentjes, jongens. Dus vandaar. Nou, er komt weer in aan, hoor. Ja, daar gaan we heen, hè. Nou, dit is de vuurkorf. Dat gaan we straks ook aandoen. Dit is dus de nieuwe camper van opa en oma, die we gisteren een beetje hebben gezien. En ja, die staat hier. En hier gaan ze vanavond slapen. Kijk. De soep die staat al op de tafel, jongens. Echte camping dinner, dit. Heel gek drinken. Heel gek drinken? Roze Fanta. Roze Fanta, oh. Nee, Fanta meloen. Oeh, nou. En is die lekker? Ja. Ja, is die lekker? Nou, woezel. Ja, die zit hier die worstjes te ruiken natuurlijk. Mama, zo'n dezelfde, maar wat minder, prik. Wat minder prik. Oh, dat vind je wel lekker, hè? Hé, hey, Silla, ga je vanavond slapen dan? Ja. Waar dan ga je slapen? Laten we zien. Heb je je bed al opgemaakt? Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb er nog niet gekeken. Oma, kijk. Nou, dan gaan we hier naar binnen toe. En kijk, waar ga je... Opa en daar slapen opa en oma. Daar. Wij en hierboven. Ik zie helemaal geen bed. Ja, opa. Ik wil zeggen, anders moet je heel erg dubbel vouwen. Ja, opa. Zit er ook zo'n hekje of zo, als je eruit valt? Nou ja, hij kan er ook wel onder zitten, zo. Nee! Ik zit net nu vast. 2,
Kijk, daar gaan ze lekker slapen, jongens. Ja, mama, we gaan slapen. Oh, dat ja, kan natuurlijk ook. Dat kan ook, ja, in de slaapzak. Ja, een mooie paarse slaapzak. Mama, ja, dat kan ook. Jongen, en zie je gaat daar zo slapen en opa en oma gaat daar zo. Ja, kijk, dit is de camper van opa en oma. Hier gaan opa en oma lekker slapen. Dit is de badkamer, hier kun je je tanden poetsen. De badkamer van opa en oma, driedubbel zicht. Je kunt er nog douchen, maar dat zou ik maar niet doen. Dat zou ik gewoon lekker thuis doen. En dan de keuken. En dan ja, dat is het huiskamertje. En dan daar slapen Luan en Lucilla. En Luxie, wil jij ook? Wil je ook slapen hier? Luxie wil dan lekker gewoon thuis slapen. Hè? Jongens, en ook. Hoe werkt deze slaapzak? Doen we dit? Doen we dit? Oh. Ja, en dan kan je die ook nog dicht doen. Dan rol je er niet uit. Oh ja, dat is ook nog wel handig. Dat jullie daar lekker gaan slapen. Gaan we eerst lekker eten. Oei. Wat wil je mij laten mama, zien? Ja. Ik had samen met opa wat leuk gemaakt. Wat heb je gemaakt? Nou, waar is de ingang? Daar die deur is de shot is. En als je parkeert, daar naar binnen wilt. Ja. Heb je eigenlijk wat goed. Oh, dit, kijk. Dit is een deur. Ja. Oh, dus een nepdeur. Dat is een fopdeur. Aha. Daniel en pap en opa zijn de schuur aan het vervangen. Nou, ja. Maar papa is nu was niet meehelpen. Oh, alleen opa. Papa die stond erbij en die keek ernaar. Maar opa moet dit helemaal aan doen. Ja. Dit en dit en dit. Ja. Maar ik samen met papa. Oh, je hebt met papa de deur gedaan, de fopdeur. Nee, met opa. Met opa samen, aha. Het wordt dus helemaal zo deze stijl. Ja, ja, mooi. Dus gisteren al begonnen. Ja, de schuur die is een vervanging toe, want hij lekt. En voor alles te beschermen en de campers te beschermen, moeten we dus de schuur verstevigen. Maar dit moet ook maar planken nog vastzitten. Ja. Dat het ook van de hoog doen. Ja. Ook met de storm. We hebben storm gehad en toen is het allemaal kapot gegaan. Dat hebben we vandaag opgehaald van de buurman. Dat is een steiger van 4 meter hoog. Ja. Die we gaan opbouwen daarnaast, zodat we op 4 meter hoogte de schuur weer kunnen fixen. Ja, zodat we nog heel lang van de schuur en camping wel tevreden kunnen genieten. Ja, kijk hoe mooi die deuren zijn geworden. Ja, dus ja, opa heeft die deur daar ook gedaan. Ja, daar, die deur. Dus ja, van de oude vervallen schuur die eigenlijk niks meer waard was, is het toch nog een hele mooie schuur geworden. Ja. Met heel veel mooie campingherinneringen met opa en oma. Lucius. Nou Lucius, hoe is dat oma zo? Kijk dan, dat is favoriet. Oh, oma's geheime puddelsoep is heel lekker. Hoor. Ja, ik had ook al snijden. Ja, dat vind je lekker. Fijn, heerlijk. En Lucius vindt de soep ook heel lekker, Lucius. Heel goed, ja. Nee, dat is kippensoep en tomatensoep. Door elkaar. Kijk eens maar hoe ze dat lekker vinden. Het zit lekker, hè. Nou, gezellig. Het is toch een beetje campingleven zo, hè? Ik ga nu mijn spullen pakken om bij oma te slapen. Ik ga eerst altijd een boek pakken voor het slapen. Oh, wat een boek in de kast. Zo, je hebt een boek ligt daar. Niet daar. Hier. Een boek. Zo, die doe ik erin. Knuffel mee. Elke zo. Nee, maar sowieso mevrouw Konijn. Die of die. Zal ik er twee nemen? Ja, ik ga twee nemen. Die en die. Tjoet, nog zo toch. Oh ja, hij moet ook mijn eigen kussen nemen. Oké, oh, ik wil je even neerzetten. Zo. De kleren van morgen neem ik jullie even mee. Ping pong chang 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 ping pong 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 ping ping chang chang ping 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 pong chang ping chaline. Oké, dat was Luan. Deze ongoed. Deze. Tjoek. Deze. Oké, hier zijn mijn dikke sokken. Die kan ik er ook bij nemen. Kijk hier van mijn kleren, oh, dat is een beetje donker. Ik ga even naar papa doen. Zo, oké. Mam.
krijgen. Was die trui bij een rode broek? Nee. Oh, je hebt het zwaar. Ik ga je nu even... Zou ik dan gewoon een korte broek doen? Gewoon dit. Voor morgen. Ik zal het even laten zien. Ik heb het gewoon niet gelegd. Nou, niet gelegd. Let in mijn kleren. Korte broek, met een trui en mijn vest. Oh, ik weet het vergeten. Mijn sokken. Oh, wacht. Ik zie mooi mijn sokken. Nu heb ik... Oh, mijn kleren. Mooi, moet ik even... Een klepje doen. Nee, dat is niet mooi. Zo. Even dit eraf halen. En zo als ik je aan ga zetten, ben je in mijn kamer. Ik ben in mijn kamer. En ik ga het even in mijn mand doen. Dan moet ik jullie in lager zetten. Ja, dat is precies een goede hoogte. Waar is mevrouw Konijn? Ik ben mevrouw Konijn en ik vergeten. Ik moet mijn kussen pakken, want ik slaap nog niet in een slaapzak. Dat doe ik zo. Misschien is het nog wel fris, maar dit is het meteen even aan. Ik ben het allebei aan het trekken, maar ik ben tandenborstel, mijn kam, mijn borstel, haarspray. En kijk mama, kijk eens hoe vol het al zit. Oh, zo hé. Ga je weer de hele week weg? Ja, dat zei ik ook al. Mama, ik heb alleen een knuffel, mijn kleren, boek en mevrouw Konijn. Maar je kunt ook hier douchen zo, hè? Als je hier douchen, doe je hier tandenpoetsen. Nee, ik bedoel in de ochtend. Ja, maar we gaan sippies eten. Aha, oh ja, dat neem je dan. Ik snap het, Oh, kijk, dit heb ik. Douchen is een soort bal. Ja, dan ga ik weer even naar de badkamer. Wacht, ik heb een leuk tasje. Daar kan ik aparte spullen in doen. Maar dan wordt zo helaas niet. Oh ja, ik moest ook nog alle andere oorbellen doen. Mama! Ja, mama! Kan je me even helpen? Kan je me even filmen? Want ik moet andere oorbellen in doen. En ik doe een tasje mee. Ze moet andere oorbellen in. Een ja, andere tas. Ja, omdat ik niet met deze kast. Nee, oké. Okay. Ja, dat klopt. Het zijn er lange oorbellen. Zo, oh jeetje. Je hebt je verzameling goed uitgebreid, Sil. Ja. Het zijn allemaal nieuwe. Ja.
Oh, die heb je zelf gemaakt? Die heb ik van Lula gekocht. Leuk. Ik heb nog steeds zelf nog één gemaakt. Nee. Allemaal van vakantie, die bandjes. Ja. Leuk. Heel leuk, Sil. Nou, toppie. Dan hebben jullie de boel goed ingepakt. Oké. Okay. Mam, ik ga alvast. Ja. Mama. Tot zo. Ik hoor Lucius aankomen. Jij zocht de bal, jongen. Daar is de bal. Ja, die zocht hij. We hebben hier de slaapzakken van Leon en Lucilla van hun kamer met hun eigen lekkere Friese kussen. Oh, mag ik er ook bij? Ja, je mag er ook bij. Hier, Luus. Wacht, ik kan het niet zo. Als jij even mijn oorbellen vasthoudt, ja, kom maar. Ga ik ze niet kwijt. Ja. We zijn hun plekjes aan het inrichten waar ze vanavond willen gaan slapen. Allebei in hun vissen- en zimmerminnenfinnen slaapzakken. Ik heb ook nog een eigen kussen. Mario deken. Een dekentje. Die ik had gekregen van John. Ja, van de ja. Maar mijn opa en oma die hebben het wel warm hoor in de camper. Dus ik denk niet dat het hier heel koud wordt. Die staat ook nog in de schuur. Dus het zal allemaal wel meevallen met de kou. En hun hebben ook een hele goede verwarming. Ja. Even checken dat ik alles heb. Ja. Hier mijn oorbellen en stikjes. Ja. Gel. Borstel. Tandenborstel. Tandpasta heb ik nog één gedaan, maar waar is die nou? Oh, hier. Tandpasta. Alle ochtendspullen. Oké. Okay. Boekje om te lezen. Kleren, die kan zoeken. Mm-hmm. Ja, top. Moet wel genoeg zijn, denk ik. Pyjama. Toch? Ja. Maar goed, dan wordt dit jouw lekkere plekje. Ja. En Leon die ligt aan de buitenkant. Nou, ze zijn een fikkie aan het stoken. Luxie die rijdt op de scooter. Ja, ze past erop, hè? Ja, ze kan nou balans houden. Ze kon er eerst nog niet op, omdat ze niet balans kon houden. Maar... dat wordt een mooi fikkie, jongens. Zie je dat, Lusjes? Ik kan een hele grote vlammen. Ja, dan moet je uitkijken, hè? Het is wel heet, Lusjes. Het is auw. Je hebt allemaal Lusjes in de gaten houden. Ja. Zullen we even stoppen plaatsen? Gaan we dit eten of... Marshmallows, nee, we gaan eerst een fikkie stoken. En dan gaan we kijken of we broodjes kunnen bakken. Dit voor echt eten. Nee, dit is een vuurtje. Oma die heeft met Lucilla brooddeeg gemaakt om straks broodjes te bakken boven het kampvuur. Dus dat kan we dus zo meteen doen. Maar eerst moeten we daarvoor een fikkie hebben. Waar heb je de ook? Kijk uit, Lusjes. Daar is de voetbal, Lusjes. Dan houtjes erop. Die branden lekker. Mooi, hè? Ja. Die had ook wel vorig jaar gemaakt, hè? Maar ja. Kleppie boven, die heeft hij deze kant gedaan. Ja, 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 ja. Geroosterde pissebedden. Geroosterde pissebedden op het vuur, jongens. Nou, dan moeten we de haren pakken. Hij stoot. Dit ook wel, maar die stukken staan. Dat is altijd leuk, hè, met dat ding in het vuur porren. Want als je gaat pollen, ik wil ook even altijd, Uitkijken hoor, want het is wel heet. Ja, maar als Leon het doet, kan ik het ook wel. Ja. Nou. Luxie op de scooter. Hoi. Wat zijn jullie aan het doen? Alles in de fik. Opa doet alles in de fik, jongens. Dekentjes. Hoppa. Oh, dekentjes. Zo, ga ik weer weg. Daar gaat Luxie weer. Ze kan zelf balans behouden. Hetzelfde als mijn fiets. Ja, ze kon nog niet op deze scooter omdat ze nog niet balans kon houden. Maar nu ze kan fietsen, kan ze ook op de scooter. Goed hè, liefie? Ja, heel leuk. Wow, het is bijna op. Ja. Kan nog rijden. Batterij is bijna leeg, hè? Ja, ze gaat niet zo hard. Ik kan nog rijden. Ja, ik kan nog wel een klein beetje rijden. Ik was net met oma en mam door de... Was niet met deze hoor. Met de step. Step. Ja. Dan doe ik mijn voeten op de grond. Ja. En dan ga je. Ja. Gezellig jongens. Op de camping bij opa en oma wel tevreden. Nou, het fikkie ruikt of gloeit goed jongens. Blazen Lusjes. Het is heet hè jongen. Ja, ik zag het. Oh, wij zitten hier op afstand op een zoeltje. Wat? Met knisperende vuur. Oh, hij brandt goed, Lucilla. Kijk, ik wil sterretjes maken. Nog eventjes, dan is het donker. Dan zie je boven in de hemel de sterretjes. Zeg je, hè? En nou? Ja, ik
Ja, oh, net al, een marshmallow. Ja, ja. Mama, Lucy is van de marshmallow. Ja, opa helpt ook. Brood in, hoor. Ja, opa doet de plekje erbij. Ja. Ja. Even kijken of dit een beetje goed geworden is. Nee, lekker. Lekker. Oh, een beetje. Oh, ja. Een beetje. Ja. Heel eventjes, even zo, heeft hij? Ja. Lukt het hier zo nog? Met de zonnespekjes in de mond. Ja, echt hè. Mama, kijk eens hoe lekker deze eruit ziet. Even kneden. Kneden. En daar gaat ze hoor. Ja, is hij al goed? Als kinderen. Zo, alweer verbrand. Nee. Oh, veel. Je moet hem er 5 seconden boven houden. Lucie denkt, ik doe ze zo in de mond. Dat is ook lekker, hè? Dat is ook lekker. Ja hoor. Nou, gezellig hè, jongens. Nou, en opa zegt, nu is het vuur. Goed. Ja, want nou gloeit hij, zie je dat? Ja, nou gloeit hij. Kijk nu al. Ja, die zat er al. Kijk eens. Moet je hem even dicht doen, man? Ja. Mami, laat hem nu niet invallen. Kijk eens, mama. Oh. Oeh, de vrouw is gaar. Hij gaat helemaal open, hagelslag er dus en klaar. Lekker broodje. Zit gezellig, als dit niet gezellig is, dan weet ik het ook niet meer. Dan sluiten we zo onze vakantie. Zo, ja. Camping wel te willen hebben overnomen. Ja. Ik wil bruine suiker erop. Deze krijgt een cijfer 11. Hè? Ja. Mijn mama, ik vind mijn broodje wel een beetje klein. Je moet niet op jouw roos slaan, niet? Je bent ook een klein meisje. Mijn mama, heb het al 1 keer in mijn mond. Nee, je hebt geen brood eraan. Weet ik, maar ik maak hem heet, zak hem in het broodje stop en dat hij van de binnenkant van het broodje weer. Oh, dat is een slim bedacht. Oh. Een soort, soort tosti-ijzer. Hey. Ja. Hier verder erin gaan, Lu. Ja. Ja, en dan draaien. Alleen maar draaien. Dus je denkt, ik ga nog een rondje steppen. Goed zo, jongen. En hoe beleg je het gebakken broodje? Met een snijmes. En dan een beetje boter. En bruine suiker. Hè, papsie? Zo deden we dat vroeger in 1988 ook. Nou, Lusjes. Even papa en even Lusjes. Kom, gaan wij daar samen zitten. Niet? Ga je bij mama staan? Ik vind die over jou wel heel mooi, mama. Dat lijkt een beetje op een... op een kippenvleugeltje. Kijk, ik heb hier 2 telescopen. Ja. Gaan wij daar zitten, ja. Zo, pliep, 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 pliep. Ja. Ah, kijk dan, kleine vriend. Kleine vriend. Ja, waar zou je hier gewoon in zitten? Papa, arm hier. En dan draai je. Ja. Oeh, het gloeit wel heel lekker, hè? Nagelslag. Ik krijg helemaal warm, hè? Ik ben bruin. Oh, super lekker! Ja, lekker, Jill. Bruin lekker. Maar hij smult nu zo lekker open. Ze worden nou echt gauw beuken. Hoe komt de winkel van Singel? Nee, hey, opa. Opa wil vuurvlam. Dat is juist zo mooi. Ja, maar dat... is zo op. Oh, wacht, moet je even de broodjes weggaan? Oeh, ja. Dan hebben we asbroodjes. Ja. Priscilla, maar zij. Oh, wordt zo gauw breuk. En dan moet je zo kloppen zo. Ja, om te kijken of die goed is. Is dat goed? Ja. Ja, hoor je dat? Ja, nog iets langer? Een beetje op Sinterklaasavond te lijken zo. Ja. Oh nee. We hebben het wel eens in de winter. Ja, in de winter. Ja, de winter. Ja, de winter. Hé, mijn kinderen, vanavond is er een blauwe maan. Ja? Zij is op het nieuws, hè? We gaan even kijken met jouw meiden. Ja, mama, de man heeft het op bier gebroken, zegt opa. Nee, een blauwe maan. Moet je kijken, daar moet je dan kijken. Ja, daar dan. En weet je ook waarom de maan blauw is? Nee, dat heb ik niet ingelezen. Nee, omdat Uranus en Venus kruisen elkaar. Dat geeft een blauwe vlam of zo. Oh, komt de maan op, hè? Ja, wat Luxie, dat logeren, wat Luan en Lucilla nu durven,
Als jij straks groter bent met Lucius, dan ga jij logeren bij opa en oma in de camper, hè? Ja, dan ben jij grote zus en kleine broertje Lucius. Nou, en kijk eens, jawel, jawel, 3 uur later, de pan is helemaal leeg. En pa is rustig. Dan blijf je ook maar slapen in de caravan, denk ik. Ik ga tussen jou zitten. Ja, dat heus, dat is helemaal niet nodig. Nee, we gaan het heus gewoon verhuren. We staan hier in de stal. Het is een B&B. Ja, B&B. Ja. Nou, nu al is een mankje volgens mij. Boes en Pipje zitten ook al. Hey, zijn jullie daar, jongens? Wij gaan hier. Oh. Campingmeester. Is de kerstcup op slot? Ja. Ja, ik zie toch allemaal licht branden. Ja, ik heb nog allemaal dingen. Is dat de kerstclub? Kom eens kijken. Kom binnen, het feest aan het begin. Kijk, hier heb ik mijn kassetje, daar heb ik al mijn kousjes. Ach, jongen. Kijk, hè? Oh, hier gaan we de volgende keer logeren, hè? Ja, Lucie is ook als hij groter is. Ja. Maar ja, Lucie, daar een deurtje open. Kijk, wat kan ik doen? Kijk, en hier zit de wc. Staat papa's klompje goud aan nog? Ja, die ligt er nog. Ja, laat zien, laat zien. Oh, kijk, Lucius. Dat is papa's klompje schaal. Weet je, dat is grappig, hè? Die had ik toen gekocht. En die staat er nog steeds. Ja. En de laatste houtjes in de ton. En dan zeggen we slaap lekker. Nee, we zijn allemaal onder de familiedouche. Family douche. Oh. Family shower. Ja, zijn niet meer op de camping. Ja, de familiedouche. Je gaat hier ook met alle vier kijken. Ja, het was een leuke avond, hè? Ja, ik ga het dan wel aanleggen. Nou, slaap lekker, kinderen. We rijden het allemaal aan het hoofd, slaap lekker allemaal. Nou, en de maan is felgeel, maar niet blauw. Nou, volle maan vannacht. Ja, maar dan slapen we allemaal. Tot morgen. Een hele goede morgen. Ja, eigenlijk wou ik zeggen welkom in deze nieuwe vlog, maar ja. Gisteren had natuurlijk de vlog al geopend. En hebben wij heerlijk geslapen hierboven in het bed. Ik zie er zelfs nog wat uithangen van Lucilla haar kleren. Maar het was heerlijk, hè, Sil? Ja. Het bed lag supergoed open. En opa snurkte niet? Nee, dat was toch Oscar. Ik zat al te twijfelen. Zat opa nou te snurken of deze boef hier? Maar het was toch Oscar, hè? Hé, laat eens jouw mooi gezichtje zien. Ja, oma die zit hier alweer lekker het ontbijtje te maken. Oma, en de koffie. En hier zitten de broodjes in de oven. En ja, dan ga ik zo weer een lekker warm bolletje eten met bruine suiker. Daar heb ik wel super veel zin in. Dit bolletje met bruine suiker. Ja? Ja. Nee. Ja, alweer. Nou, oh ja, oh, er is nog iemand. Dit is Luxie. Luxie die kwam ook net aan, hè? Die komt ook even lekker gezellig mee eten. Ja. Ik ga even mijn haar verstoppen. Ja. Leuk hoor. Nou. Ik kan nog niet. Ik zeg eet smakelijk allemaal. Hoe heb je nog gedaan? Ik ga even naar mama toe. Even bij de anderen kijken. Wil jij even voor oma even een foto? Ik ga oma even meehelpen met afwassen. Want ja, na het ontbijt hebben we natuurlijk allemaal afwas. Dus vandaar dat de waterkookkraan staat. En dan gaan we zo even afwassen. En opa die is ook alweer bezig. Ja, jongens. Opa die is altijd maar bezig, hè. Kijk. Wij hebben dus... Ik doe even mijn schoenen aan. Wij hebben dus een muur... Want jullie weten natuurlijk dat ze een oude schuur hebben waar ik nu in sta. Alleen de muur waar opa nu staat, waar ik nu ook naartoe kijk. Ik moet even goed in mijn schoenen lopen. Ja, ik zit erin. Die is dus ja, helemaal verroest en helemaal oud. Je ziet ook dat je helemaal doorheen kunt kijken en alles. Dus opa zit al dat oude hout van boven eruit te hakken. Om er straks weer nieuwe houtplanken op te liggen. En ja, papa die komt dan ook zo aan om opa even mee te helpen. Oscar is daar. Pippi ligt lekker. Ja, hi meis. Hi, hi. Dat vind jij zo lekker, hè? Dat vind jij zo lekker. Wat is het al dat geluid? Wat is al dat geluid? Ja, hè? Ja.
Nou, en het is weer een mooie... Ach, kijk, de woezel. He, die staat op de uitkijk. Hé, hey, goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Hé, hey, liefje. Hé, hey, jongen. Nou, het is weer een mooie dag voor vandaag. Oh ja, hier, het kamfer, die staat er ook nog. Van gisteravond. Ik lag echt iets van gisteravond pas om 11 uur in bed. Maar het was wel super gezellig. En kijk, hier is opa dus bezig. Ja, het is nu niet handig dat ik daar ga staan. Anders vallen er allemaal houtplanken op mijn hoofd. Maar hier, ja, zien jullie dat stuk daar? Dat heeft opa al gemaakt. Nee, dat stuk zit hier allemaal af te hakken. Waar hij ook nog houtplanken wil doen. Maar ja, om daar nu te gaan staan is wel een beetje gevaarlijk. Dus ik laat het even vanaf daar zien. Maar dat heeft hij al gemaakt. En dit moeten we nog allemaal doen. Nou, daar zijn allemaal nieuwe houtplanken. Hier staan de obstakels van de buurman. Want ja, je moet er natuurlijk wel via de buitenkant erbij al die houtplanken te doen. Dus dit moeten we dan in elkaar zetten. En dan kunnen we hierop staan om... ja, ook boven van de toppie bij de houtplanken te komen. En ik ga nu even met oma de afwas doen. Maar ja, ik wou dat de afwas af was. Want als de afwas af was, dan was de afwas af. Maar ja, de afwas die is nog niet af. Hele goede morgen eigenlijk voor ons. Maar ja, het is een beetje een gekke vlog, deze vlog. Omdat we de vlog hebben geopend gisteravond. Omdat we nog zo leuk met opa en oma op de camping en te spelen en broodjes bakken waren. En de kinderen hebben geslapen. In de caravan was het gezellig? Van de camper? Ja, gezellig. Sliep het lekker het bed? Ja. Ja? Nou, en lekker gegeten opa en oma vanochtend? Ja. Ja, en vandaag is het weer een nieuwe dag. En dat is eigenlijk een beetje gek voor in de vlog. Want jullie hebben nu de vlog gezien van gisteravond tot nu. Maar wat we nu zo meteen gaan doen, dat gaan jullie morgen in de vlog weer zien. Voor nu gaan we deze vlog weer lekker afsluiten. We hebben zoals jullie zien onze kleren voor de nieuwe dag al aan. Ja. Maar voor nu zeggen jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Geef de duimpje omhoog. Te abonneren, klik op het belletje. En zeker morgen weer kijken, want dan ga je zien waar we heen gaan. Doei! Goedemorgen!